Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben opnieuw te maken met een wisselvallige zomerdag. Veel bewolking vandaag en verspreid over het land vallen ook buien. De meeste buien vallen in de noordelijke helft van het land. In het zuiden en zuidoosten is het vaker droog en breekt soms even de zon door. De buien zijn ook georganiseerd in buienstraten, dat wil zeggen dat ze achter elkaar soms over dezelfde plek trekken en dat kan dan ook leiden tot lokaal veel regen. En af en toe kan er ook zo'n klap onweer bij zitten. Het wordt vanmiddag een graad of 18 en daarbij waait er ook nog eens een stevige wind uit het zuidwesten tot westen. Aan zee krachtig of hard, windkracht 6 of 7. Vanavond wordt het wat droger, maar een enkele bui blijft nog wel mogelijk. Morgen hebben we opnieuw te maken met flinke buien, ook weer met kansen op onweer en hagel en lokaal veel regen. In de loop van de dag breekt ook wel weer wat vaker de zon door. Het wordt een graad of 18, maar nog steeds een vrij stevige westelijke wind. Ook donderdag nog verspreid in enkele buien, maar ik denk wel dat het vaker droog is met wat meer zon, middagtemperatuur rond de graad of 18. Vrijdag en zaterdag is het droog en dan schijnt de zon vaker bij een oplopende middagtemperatuur. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.